Goedemiddag. De wrakstukken van rampvlucht MH17 zijn bijna in Brabant. Vanmiddag komen ze aan bij vliegbasis Geelse-Rijen. Eerder vandaag vertrokken de vrachtwagens waarmee de vliegtuigonderdelen worden vervoerd vanaf de Nederlands-Duitse grens bij het Overijsselse Oldenzaal. Onder politiebegeleiding is het konvooi nu op weg naar Brabant. Verwachting is dat het transport rond 2 uur vanmiddag aankomt op vliegbasis Geelse-Rijen. En verslaggever Jan Walen is bij de vliegbasis. Ja, Jan, is er net als bij de aankomst van de stoffelijke resten ook een ceremonie vanmiddag? Nee, die is er niet. Hè. De vrachtwagens zijn, zoals je al zei, op het moment onderweg van Oldenzaal naar hier. Dat duurt nog wel even, want dat konvooi dat rijdt niet zo snel. Dat kan maar iets van 70 km per uur rijden. Dat wordt ook geëscorteerd. Er mag tenslotte niks mee gebeuren. En er is ook niet vooraf kenbaar gemaakt welke route ze zullen gaan rijden. En als ze dan hier aankomen, dan komen ze hier via een zijingang. De vliegbasis aan de Burgemeester Ballingsweg is dat. Daar komen ze dan hier de vliegbasis op en ja, dan rijden ze naar de hangar waar uiteindelijk die resten zullen worden uitgeladen. Dat gebeurt niet met een of ander ceremonieel. Je ziet hier alleen 8 vrachtwagens aankomen en het terrein oprijden. Ja, Jan, nu mogen nabestaanden van slachtoffers van de vliegramp erbij zijn vanmiddag. Zijn die er ook? Ja, die zijn niet hier, dus dat weet ik niet. Die worden op een andere plek opgevangen en ergens tussen hier en de hangar waar die hele reconstructie zal gaan plaatsvinden, daar is ook een plek ingericht voor nabestaanden. En of die er zijn en hoeveel het er zijn, dat is op het moment nog niet bekendgemaakt. Maar die worden, zoals dat ook bij eerdere gelegenheden was, wat afgeschermd voor de media. Ja, nu worden die wrakstukken opgeslagen op de vliegbasis. Wat gaat ermee gebeuren daar? Nou ja, die vrachtwagens die worden volgens een bepaald procedé uitgeladen. Dan worden al die stukken, die brokstukken, die worden gefotografeerd, gescand en dan gesorteerd. En uiteindelijk in een hangar gaat dan geprobeerd worden om van die wrakstukken een deel van dat vliegtuig weer terug in elkaar te zetten. Min of meer als een soort puzzelstukjes. En dat zou dan moeten helpen bij het kunnen vaststellen wat er nou precies daar boven Oost-Oekraïne is gebeurd. Dankjewel, Jan Walen vanuit Geelse en Rijen. En u kunt de aankomst van die wrakstukken vanmiddag volgen via onze site omroepbrabant.nl. En daar vindt u ook een dossier over de vliegramp en de nasleep ervan. omroepbrabant.nl/vliegramp.